De Beuningse oppositiepartijen Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn het niet eens met de conclusie van de formateurs van de gemeente. De formateurs hebben ervoor gekozen te kijken naar de partijen met het grootste aantal stemmen en hebben volgens de fractievoorzitters niet gekeken naar inhoudelijke overeenkomsten tussen de partijen. Nou ja, kijk, als er puur naar inhoud was gekeken, hè, van de 7 partijen hebben 5 geadviseerd om een coalitie aan te gaan waarin GroenLinks zat. De informateurs hebben niet naar de inhoud gekeken, want dat blijkt uit het advies. Maar hebben uiteindelijk gezegd van, nou ja, de VVD die wil niet met GroenLinks, CDA liever ook niet. En weet je wat we doen? We pakken de partijen die het meeste aantal stemmen hebben. Niet het aantal zetels, maar het aantal stemmen. En op basis daarvan concluderen we dat dat is eigenlijk wat de kiezer wil. En dan gaan ze volslagen voorbij in het feit dat de progressieve partijen in Beuningen ook 8 zetels hebben. Nou ja, de wil van die kiezers die doet er kennelijk niet toe. Er is natuurlijk een procesvoorstel geweest om op deze wijze het aan te pakken. Het is ook wonderbaarlijk dat men 3 weken nodig gehad heeft, hè, om tot dit weinig inhoudelijk onderbouwde advies te komen. En ja, het echte onderhandelen is nu begonnen. Er is gekozen dus voor een coalitie de meest rechts mogelijk in Beuningen. En alle progressieve partijen in Beuningen staan in feite buitenspel. Hoebe en Versluis verwachten dat de inwoner van de gemeente Beuningen direct effect zal merken van deze rechtse coalitie. Nou, ik ben bang dat als ik ook de inbreng van de VVD bijvoorbeeld, hè, in de besprekingen op het sociaal domein zie, dan vrees ik het ergste voor mensen die afhankelijk zijn van WMO-hulp. Nou ja, ik denk dat het een ruk naar rechts zal zijn. Dat zit er natuurlijk heel dik in. Ik denk dat het klimaatbeleid in Beuningen een stuk moeizamer zal gaan. Hoewel er inderdaad natuurlijk wel andere meerderheidsmogelijkheden zijn. Omdat partijen die straks wellicht in de oppositie komen toch anders over het klimaatbeleid denken dan CDA en VVD. Maar ik denk vooral dat de verhoudingen in de Beuningse politiek een stuk harder zullen worden. Omdat toch een behoorlijk aantal partijen niet snappen van waarom voor deze coalitie gekozen is.